Flyshoot is een traditionele visserijtechniek die door de Deense vissers snurrevaat wordt genoemd. In Schotland heeft men de Deense methode gemoderniseerd en zo is het hedendaagse flyshoot ontstaan. De flyshoot-vissers zijn gemiddeld van zondagnacht tot vrijdagochtend op zee. In de zomer vissen de flyshooters op de Noordzee en in de winter in het kanaal. De flyshoot-visserij is alleen effectief bij voldoende daglicht. Dan kunnen de vissen de lijnen zien. De Nederlandse visserijsector zet zich in voor een verantwoorde visserij met milieuvriendelijke vistechnieken. De schepen Goede Reden 1, Stellendam 27, Stellendam 9 en Urk 153 hebben gekozen voor de flyshoot visserij. Deze vissers vinden het belangrijk om te blijven innoveren op het gebied van techniek en kwaliteit van het product. Ze werken samen met collega's en delen hun kennis in kenniskringen. De flyshoot vis is te danken aan de langzame vistechniek. Tijdens het vissen wordt namelijk weinig tot geen grondvuil meegevangen, waardoor de vis niet of nauwelijks beschadigd wordt.